Lem, uw vader heeft in die bezettingsperiode heeft hij gefilmd. Ja. Deed hij dat ook al voor die tijd? Voor die tijd ook. Hij had als eerste, kun je wel zeggen, in de straat een filmapparaat. En dat was heel geweldig in die tijd. Ja. En nu komt er uit de oude doos een film. En die is grotendeels opgenomen in die bezettingsperiode. Ja. Ja, je ziet zilver. Dat is het zilverpapier wat naar beneden gegooid werd door de Engelsen of de Amerikanen. Dit zijn onze buren. De heer en mevrouw Lagijn. Die woonden naast ons. Die met de mevrouw met de huishoudster. En ze gooiden dat zilver naar beneden om de radar van de Duitsers te verstoren. En wij liepen als kinderen allemaal naar die grasvelden achter ons huis. Daar was het nou de Hoge Vught. En we raapten al dat zilverpapier op. Dat was hartstikke leuk om dat te verzamelen. Dit is ook bij ons. Dat ben ik met een vriendinnetje. Dit ben ik. Dit, daar. Met een vriendinnetje op ons pladak. Dit is mijn jongste zus. Ja. En we zien die vliegtuigen. En dat waren zweefvliegtuigen. En die werden getrokken door vliegtuigen natuurlijk. Ook van de Engelsen en Amerikanen. En in die vliegtuigen zaten parachutisten. En dan konden ze naar beneden. Dit is denk ik de Teteringenstraat. Toen was de bevrijding nog niet, want dat was vanaf 17 september zijn ze gaan lopen. En ook de NSB'ers, groepen NSB'ers, liepen ook allemaal naar het oosten van het land en naar Duitsland om naar die kant te gaan. Omdat ze informatie denk ik gekregen hadden. Niet allemaal waren ze weg. En daar komen ze. Ja. Daar komen ze. En dit is vanuit het urinoir gefilmd? Ja, dat is vanuit het urinoir gefilmd. En het urinoir stond aan de kop van En dat stond aan de kop van de... Er was zo'n halve maan, was dat. De kop van de Teteringse Dijk? Van de Teteringse Dijk? Nee, iets ervoor. Iets ervoor, tegen de Vughtstraat aan. Okay. Niet het witte gebouw, maar dan aan het einde. Je hebt eerst nog zo'n kleintje met een wit gebouw. Ze trekken gewoon allemaal weg. Kijk, daar gaan ze met de koeien. En met fietsen en met auto's. Werd er nou nog wat gezegd of gejoeld of gescholden? Nee, of, nee. Want hoor. Dat was nog dat te gevaarlijk. Dat werd gevaarlijk, ja. Nee hoor, er werd gewoon niks gezegd. Ze gaan weg. Ja, en dat wisten we dan ook. Ze trekken weg. Dus wij dachten halleluja. Maar ik geloof niet dat ik als kind zijnde dan al dacht dat die Polen binnen zouden komen. En hier komen eigenlijk de Polen binnen. Of eigenlijk zeker. En met helmen op en zo. En dat maakte wel indruk. Dit is de Cerestraat, het einde van de Cerestraat waar ik woonde. Mijn vriendinnetje woonde in die kruidenierswinkel met die ronde boog. Die bestaat nu nog. En dit is de Driehoefijzerstraat. En ons huis stond er precies op. Als je er doorloopt, loop je zo tegen ons huis aan. En al die tanken, ja, dat heeft heel wat. Dat was een heel feest, een heleboel mensen. En we hadden de oorlog meegemaakt, dus het schieten van de Duitsers enzovoort. Leven het vaderland, ja, ik weet dat er stond. Met de bevrijding. Leven het vaderland, leven Oranje. Ja, stond dat, herinner ik me. En dit zijn allemaal mensen uit de straat. Maar dit is een andere straat, hoor. Dit is het Ginneke, denk ik. Het Ginneke is eerder bevrijd als onze kant, hè. Ja, ik probeer de Polen zijn er eerder gekomen. Dat is weer de lucifersfabriek. Ja. Die lange pijp, die is nu weg, hè. Ja, en hier... Ja, daar verderop stond een urinoir, maar dat zie je niet op de film. En wij zitten ook aan die kant. Dus die Lucifer-fabriek heeft een heel groot arbeidersterrein, werkplaats. En die grenst aan onze tuin. En wij mochten in die tank zitten en meerijden. En een van die Polen, die bij ons ingekwartierd is, die heet Rozinski, zal ik ook nooit vergeten. En die had in de oorlog in Polen zijn vrouw en zijn enige dochtertje van een jaar of 9 verloren. En toen wilde hij heel graag mijn poosje meenemen, weet je wel, als troost. Maar dat heeft mijn moeder toch maar niet gedaan. Dus, och jee, ik kreeg extra chocola, want ik leek op zijn dochtertje. Ik heb nooit de foto gezien. Nou, dus dat was helemaal, dat was heel erg voor hem, laat ik het zo zeggen. We hebben er thuis ook nog heel lang correspondentie meegevoerd. En ze hebben ook, hij heeft ook, en al die Polen, een stukje in mijn poesiealbum geschreven, in Pools. Dat was mijn zus, die onder mij, de middelste zus van mij. Kijk, die werd erin gezet met die trolkens en die dingen omhoog. Christian, ja. Dit is de Driehoefijzerstraat. Ga je zo oversteken, dan loop je zo hier tegen ons huis aan. En dat is de bierbrouwerij, dat is de Lucifersfabriek. Ja. Ja. Dit was bij mij thuis. Wij hadden een groot huis, omdat mijn vader een textielbedrijf had.
En daar konden 7 Polen logeren beneden. Dus dat werd helemaal vrijgemaakt en dan lagen ze met matrassen enzovoort, lagen ze daar. En ze hadden een hele hoop eten bij en ja, ze konden douchen boven. Het was een hele omgang in ons huishouden, dat weet ik wel. En het was feest. En het was feest, dan moet ik maar kijken, dat gebeurde allemaal 's avonds en dan kwamen alle vriendinnen en alle nichten van mijn moeder. En uit de straat ook, goede vrienden. Nou, die mochten allemaal komen. En deze man, die je nu ziet, die is zelfs getrouwd met een vriendin van mijn moeder. En dit is ook een Tadek. Dat is een Pool. Ja, Tadek. Heet het niet. Ze zijn nou allemaal gestorven, dat weet ik wel. Ze zijn er niet meer. Wat voor muziek werd er gespeeld? Ja, van die jaren 30 muziek. Ja, zo'n beetje swing. Ja. Met heel veel plezier. En we kregen witte brood. Ze brachten chocola mee, wat we eigenlijk nooit aten. En witte boterhammen met suiker, dat hadden we ook niet. We hadden regeringsbrood, hè? Zo noemden ze dat, hè? Regeringsbrood. Echt van de bruine brood wat je op de bonnen moest kopen of moet krijgen. Nou, die Polen waren helemaal lief ontvangen, hoor.